Welkom bij SUB Utrecht. Ik ben Julius van Tongeren en ik zal vanavond de lezing leiden. Voor degenen die SUB niet kennen, SUB Utrecht is studentenvereniging voor internationale betrekkingen. Wij organiseren gezellige activiteiten, zoals feesten, borrels en reizen. En ook inhoudelijke activiteiten, zoals symposia, congressen en elke dinsdagavond een lezing. De lezing van vanavond gaat over Rusland. Die wordt georganiseerd in het kader van de grote reis die SUB deze zomer gaat ondernemen naar Rusland. Het onderwerp is dus Rusland. En dat onderwerp is gekozen omdat 2013 het Nederland-Ruslandjaar is. 8 april jongstleden kwam Vladimir Poetin naar Nederland om dat jaar officieel te openen. Rusland is tegenwoordig een grootmacht, net zoals het vroeger was tijdens de Sovjet-Unie. Maar het heeft wel weer een lange weg moeten afleggen na de val van de Sovjet-Unie. Tijdens de jaren 90 was Rusland een derde wereldland, soort van. Het zat economisch aan de grond. En na 2000 is het tijdperk Vladimir Poetin aangebroken. En toen heeft het land zich weer ontwikkeld, ook in economisch vlak. En is het zich op het internationale politieke veld is het zich gaan manifesteren. Dat is duidelijk zichtbaar aan bijvoorbeeld de Russische houding ten tijde van het Oekraïns-Russisch gasconflict in 2005. De houding van Rusland tijdens de oorlog in Zuid-Ossetië met Georgië. Maar ook de Russische houding tijdens het conflict in Libië en Syrië. Daarnaast laat ook de organisatie van de Olympische Winterspelen in Sochi in 2014 en het WK voetbal in 2018 zien dat Rusland gewoon weer een grote speler wil zijn in de wereld. Vanavond zullen wij gaan kijken naar de vraag wat de rol is van Vladimir Poetin in de opkomst van Rusland. Waar Rusland naartoe wil, wat is het doel van Rusland in de toekomst, wat wil het allemaal bereiken en hoe kijkt de Russische bevolking en met name de Russische jongeren tegen Vladimir Poetin aan en het Russische beleid. Voordat ik de spreekster ga verder introduceren, zal ik even kort met u de avond doornemen. Zometeen zal mevrouw Ter Haar een lezing houden van ongeveer 45 minuten. Dan is er 10 minuten, dat is een korte pauze van 10 minuten. En daarna zal er nog gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en voor discussie. Dat zal ongeveer tot 8:15 duren. Mevrouw Ter Haar heeft in 1992 het bedrijf Empiriek opgericht. Dat bedrijf richt zich op het organiseren van lezingen en cursussen over Oost-Europa en Rusland. En daarnaast organiseert het bedrijf ook reizen naar die regio. Dit met als doel om meer begrip te kweken en brug te slaan tussen de westers denkende mens en Oost-Europa. Mevrouw Daha heeft Russisch en Ruslandkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. En is veelvuldig in Rusland geweest en is daar nog steeds vaak te vinden. Ze heeft over haar ervaringen in Rusland 2 boeken geschreven. Het Russisch erfdeel en Rusland in de 21ste eeuw. Zij kan dan ook als geen ander vertellen over het huidige Rusland. We zijn vereerd dat ze hier vanavond is. En ik wil dan ook graag een hartelijk applaus voor mevrouw Ter Haar. Nou, fantastisch. Dank. Dat ik bij jullie ben uitgenodigd. Heel fijn. Mag ik heel even vragen, wie van u gaat precies naar Rusland toe? Oh, het grote deel. Zo gaaf. Wauw. De anderen fijn, ook met interesse. Mag ik toch gelijk even vragen om er iets in te komen? Een paar reacties. Wat denken jullie over meneer Poetin? Roep eens iets, een paar kreten. Een krachtige man. Goed tegenwicht tegen Obama. Goed tegenwicht tegen Obama. Ja, corrupt. Corrupt. Showman. Showman. Leider van een kliekje daar. Pardon? Leider van een kliekje daar, zeg maar. Leider van een kliekje daar. Dictator. Oeh, ik heb al veel. Oké, dankjewel. Ik probeer even een kort overzicht te geven. Ik ben Nederlandse, net als jullie. Fijn voor de inleiding. Ik probeer het een beetje neer te zetten vanaf de Russische kant.
Hoe is de Russische mentaliteit om dat grootmachtdenken van Rusland te begrijpen? Ik merk na al die jaren dat ik iedere keer nog in de valkuil val. Ik zit zelf in een politieke partij en vorige week opnieuw, dan merk ik, daar zitten stevige vrouwen bij. Tegen corruptie, tegen bureaucratie, hoe krijgen we het land op de rails? En dan nog merk ik over het algemeen dat men nog veel ouderwetser denkt dan over het algemeen bij ons. Om klein overzicht te geven in dat denken, ik weet even niet wat jullie wel of niet in je studieboeken hebben gehad over die ongelooflijk beruchte jaren Jeltsin. En om nou een groot deel van de Russen te begrijpen, niet dat ik iets heb met Poetin, ik zit duidelijk meer in het middenkader en zelfs een Medvedev, die doet veel gavere dingen dan over het algemeen in de westerse kranten staat. Dus persoonlijk heb ik niets met Poetin. Maar ik ben wel wat meer gaan begrijpen waarom Russen zo'n behoefte hebben aan die sterke leider. Beetje macho gedrag. Het is voor mij nog echt een raadsel, ook hoe jonge dames van een jaar of, nou, jullie leeftijd, maar ook nog kunnen roepen, echt kinderdames, ik wil een man zoals Poetin, dan denk ik echt, nou. Maar het is het daadwerkelijk. En dat deel, denk ik, dat dat in het Westen mist, om te begrijpen wat daar is gebeurd in de jaren 90. Dus dat klikje met rijkdom en corruptie en natuurlijk ongelooflijke macho's. Ik heb het niet over die enge Russen, die rijke Russen, maar dat heeft een ontstaansgeschiedenis. En over het algemeen merk ik dat dat mist. Met af en toe moet ik gewoon bedrijven begeleiden. Natuurlijk reizen mag ik heel graag doen. Ik wil me graag inzetten voor culturele verenigingen, milieu, dingen. Alles wat begeleiding nodig heeft. Maar uiteraard is mijn brood op de plank ook een beetje om zakenmensen te begeleiden. Die willen het snelst scoren. Ik vind dat de Duitsers daarin koplopen zijn. Die begeleiden die Russen. Die Russen van jullie leeftijd, ga de discotheken in. Ga zelfs de travestietbars in Moskou. Dat is lachen daar. Dat is allemaal heel extreem. Dus een zekere vorm van vrijheid heb je daar. Maar zelfs die zakenman uit Nederland, die denkt dat die Rus binnen een maand resultaat kan hebben. Absoluut onmogelijk. Zoals jullie initiatiefrijk zijn, zoals jullie eigen initiatief nemen. Echt, kom je op de universiteit in Jaroslavl. Ik heb gehoord dat jullie naar Soestal gaan. Mijn lievelingsstad Novgorod zit erin. Veliki in Novgorod, super. Maar je zult zien, als je gesprek aangaat met jullie leeftijdgenoten, dat men over het algemeen, ga eens over homoseksuelen discussiëren. Ja, dan merk je, dat is heel raar, maar 90% van de Russen, meer, 95%, is duidelijk tegen dat ding. Dus als dat hier een paar weken geleden goed op de televisie komt, dan wil ik dat in mijn politieke partij hebben. Van, dat kan toch niet dat Poetin op deze manier zo die anti-homo-wet goedkeurt. Maar eerlijk, ik heb heel weinig mensen bij me. En hoe ik ook van Russen hou, dat doe ik normaal niet in lezingen. Ik ben al 20 jaar met een Rus samen geweest. Mijn studie begon in 1985, dus ik denk dat ik het leven van binnen ken. In Moskou communaal gewoond, met 8 gezinnen. Fantastische, toffe, schoonfamilie, hele fijne mensen. Maar in dat opzicht kan ik echt merken, 90-95% van de mensen denkt daarin zoals onze grootouders, onze ouders soms, en zoals wij in de jaren 50 dachten. Ja? Dus dat is voor jullie interessant om die discussies aan te gaan. Terug naar de jaren 90. Ik heb zelf niet geweten, en omdat ik het een beetje uit mijn eigen ervaring kan voelen en hopelijk een beetje aan jullie kan overbrengen. Een beetje een nieuwe bril heb en dan weer duizelig ervan wordt. En dan weer. In de jaren 90 heb ik gedacht, communisme voorbij, op zich alles gaat. Wat was het probleem? Echt abracadabra, nog steeds als ik daaraan denk. Probeer je in te beelden in een communistisch land, waar ontzettend veel herkenningspunten zijn. Of jullie nou Tchaikovsky hebben gehad, Tolstoy hebben gelezen. Rusland is deels verbonden met het Westen. Gaan we naar Peter de Grote, kijken we naar Katharina, alles wat jullie in Petersburg zien, beautiful.
Maar aan de andere kant is er op economisch gebied totaal geen ontwikkeling geweest. Dus op het moment dat Rusland hervormd moet worden, Jeltsin-tijd, 1992, even in het kort, een grondwet rammelde aan alle kanten. Verder was er op geen enkele manier een rechtspraak die functioneerde. Weet jullie, een van de eerste dingen toen ik als vertaalster een opdracht kreeg, terwijl om mij heen, het land was failliet, was nauwelijks brood, was geen water meer, was geen licht meer, 150 miljoen zielen, echt de weg kwijt, na Gorbachev gefrustreerd. Dan komt de meneer Jeltsin, die zegt ik ga voor een shocktherapie. China had ook die keuze, van communisme naar een kapitalistisch stelsel. Is dat dan op een shocktherapie-achtige manier of op de geleidelijke weg? En China die koos voor de geleidelijke weg. Dus economische vrijheid, maar militair en politiek waren zij nog onder controle. Eigenlijk was het, ik denk zelf, dat wij daar een beetje debet aan zijn. Wij zijn zo aan het pushen geweest. Jeltsin, als jullie onze steun willen, IMF, Wereldbank, alle adviezen, Goldman Sachs. Als jullie onze steun willen, dan adviseren wij alleen op een shocktherapie manier. Een van de eerste dingen was toen dat meneer uit Apeldoorn kwam en die wilde dus een joint venture aan met een Rus. Ik weet niet hoeveel ontslagen er waren er al in Rusland. Op het moment dat van die 5000 werknemers in die wasserij alles moest worden hervormd, hebben 2000 werknemers nog zoiets gehad van jee, wij gaan het redden. Een geldschieter uit Nederland komt. Het was de eerste week onderhandelingen. En dan zie je op het einde van de week dat meneer Ivanov en meneer Goudkeul bij elkaar zeggen. Het spijt ons van de 2000 werknemers die hier nu zijn, maar dan gaan er 65 hun baan houden. Ja, op zich, dit is maar één voorbeeldje. Maar in plaats van dat die Russen dachten, nu gaat het allemaal beter, zag je in Moermansk, in Arkhangelsk, in Jaroslav, in Moskou, overal, dat er alleen maar nog meer ontslagen kwamen. Dat is voorbeeld 1. Even met jullie helikopterview. Voorbeeld 2. Privatiseren. Hoe normaal is het voor ons om een woning te hebben op je naam? Dat was er allemaal niet. Mensen kennen in hun hoofd dat ze 20 jaar, 30 jaar een woning van de staat hebben gekregen. Of jullie nou in de woningen komen in Petersburg, dat je ziet dat mensen communaal wonen. Ja, 4 gezinnen, 6 gezinnen met elkaar delen met een toilet. Of je hebt al nieuwe, 30% in Petersburg of in Moskou. Die hebben al een kans om een eigen flatje op hun naam te zetten. Maar in principe, ongeveer de helft, 40% van die beide grote steden, woont nog communaal. Omdat van de fabriek, van je bedrijf, van welk staatsbedrijf dan ook, op jouw naam te krijgen, ik dacht, dat gaat toch even? Dat is toch bij ons, je gaat naar een bank, je gaat naar een notaris. Het begrip privatiseren was voor Russen abracadabra. Je kreeg een papiertje onder je deur geschoven, daar stond op, doet u mee aan het privatiseringsproces? Privatiseringsproces hield dus in, voor 5000 roebel kun je die woning op je naam krijgen. En werkelijk, daar kwamen in een mum van tijd de eerste grote Mercedes'en. Dat bestond nog niet 20 jaar geleden in Rusland. Er waren vooral Mercedes'en, maar dan met goud geblindeerd. Daar kwamen kerels uit, die kennen jullie misschien nu van jullie vakantie. Dat je gestoord wordt door rare Russen met die grote Chanel-brillen op zo'n solariumhoofd, gouden kettingen. En deze mannen die zeiden dus bij ons in de communale woning van ja, u hebt geen geld en toch de woning kan geprivatiseerd worden. Weet u wat? Ik verzorg de trappenhuizen, ik verzorg de elektriciteitsbedrading, ik zorg hiervoor. En dan denken jullie misschien wat naïef op die man op dat punt. Maar die man deed een koffer open, had er daadwerkelijk stapels roebels in zitten, gaf dat aan de mensen. Die mensen gaven dat fotje papier waarop stond een voucher voor het privatiseren. En die mensen hadden het gevoel dat ze een spankpot hadden van 5 jaar. In diezelfde tijd is Jeltsin zo nuchter aan het worden van hoe moet ik een land sturen met al die miljoenen mensen gefrustreerd. Hij verloor alle grip op het land
En er was een inflatie van 2800% in 3 maanden. Dus dat geld wat wij en tig andere mensen hadden gekregen van die zogenaamde eerste holleders, eerste Enstra, nou ja, is Enstra natuurlijk een kleine vent bij, maar dit geld was helemaal niets meer waard. En dat is op zich geen probleem, dat overleef je, maar nu komt het erger. In Rusland komen deze mannen terug en nu met 4 bodycars sloegen iedereen eruit. Ik kan voorbeelden genoeg noemen, ik zal echt prachtige PowerPoint hebben met al deze mensen die in die tijd in fabrieken een onderkomen zochten. En dit is, niet even om mij heen, voor miljoenen mensen het geval geweest. Dus mochten jullie ook gesprekken aangaan en je hoort het van 10, 15 jaar geleden, wat deze ouders hebben meegemaakt, daarom spreekt een Rus nu niet van privatisering, maar piratisering. Ja, in Duitsland is dat begeleid door de Treuhand. Maar in Rusland, daar was geen Treuhand, daar was geen ervaring. Rusland had al eeuwenlang de lijfeigenschap. Rusland heeft in de communistische tijd nooit zelf na mogen denken. Dus dat is een absolute catastrofe geweest, waardoor het vandaag de dag ook heel erg lastig is om dat opnieuw goed te begeleiden. Dat was in kort voorbeeld 2. Voorbeeld 3, met een kader. Hoe denken jullie daarover? Een middenkader, in mijn ogen gaat dat vanzelf. Als je het beroerd genoeg hebt, of je nou dokter bent, arts, chirurg, ingenieur, ja, over het algemeen heeft Rusland hoogopgeleide mensen. Dat vind ik echt het mooie. En daarom denk ik ook met Europa, we kunnen iets met dat land. Niet met die rare rijke Russen. Maar je zult zien, als jullie met die mensen spreken, echt over het algemeen hebben die onze achtergrond. Europees denken, tussen aanhalingstekens, dat economische deel absoluut niet. Maar op cultureel gebied enorm. En ze zijn, als ik één mooi ding van het communisme mag noemen, mensen zijn toch gestimuleerd geweest om te studeren. Ja, het was scoren daar. Als je niet kon scoren op materieel gebied, wat weet ik van heel veel mensen, was scoren met studies. Ruimtevaart, sport, bibliotheken, secretaressen, talen, Oezbeeks, Pools, Tsjechisch, Russisch uiteraard. Maar mensen zijn over het algemeen hoog opgeleid. Je kunt erover twisten of die opleidingen even goed zijn als die van ons. Maar desalniettemin, een enorm kader is hoog opgeleid. En die zijn nu over het algemeen allemaal werkloos. En vooral de generatie boven de 50. 40, 50. Dus die zijn vooral de McDonald's toiletten aan het schoonmaken. Of, ik weet niet waar jullie zijn, maar je zult ze echt tegenkomen. Het is juist leuk om met die mensen een babbeltje aan te gaan. Maar deze groep, zou ik juist zeggen, om mij heen, alles was werkloos. Maar of je nou chirurg bent, operazangeres, whatever. Ik weet dat Russen het in hun botten hebben zitten. Om af en toe een beetje dit apathische te hebben. Dat lethargische, dat melancholische. Maar aan de andere kant, als je het maar zwaar genoeg hebt, gaan Russen net zo goed de handen uit de mouwen steken. Ja, dus er zijn veel Russen geweest die hebben geprobeerd hun eigen brood te bakken, hun matroska-poppetjes te verkopen, locomotief, auto-onderdelen, whatever. Dus deze mensen zijn als het ware begonnen om die middenstand te laten groeien. En dat heeft mij ook heel erg verbaasd. In 1996 begon dit systeem, dat je geen kader had, geen infrastructuur. Dus in een munt van tijd, laat ik even mijn voorbeeld opgaan. Apotheekster of Dirk Sauer. Ik heb net even over hem gehad. Kennen jullie Dirk Sauer van de uitgever? Die in Moskou in die tijd probeerde de krant op te zetten. Je bent een taxichauffeur, het maakt niet uit. Maar wat er gebeurde, als je dus een winkeltje opende. En in dit geval geef ik even dat voorbeeld van Olga. We waren, ze had een apotheek. Prachtig, alles was even opgesteld. En uiteindelijk 12 uur 's avonds stopte weer een hele grote auto en daar kwam een vent uit, weer met zo'n heerlijke dikke nek, een groot solariumhoofd, en die zegt: zo, mevrouw Ivanova, u bent in mijn wijk, er is geen politie op straat, want dit is ook een probleem, hè, in Jeltsins tijd. Er was geen geld, zelfs niet voor politie. En als u toch politieagent was, dan was u in de laagste loonschaal ingedeeld. En dan kwam je als het ware niet uit je stoel om
je land te verdedigen. Dus het grote deel was ontslagen, zat thuis. Dus het land was daadwerkelijk crimineel en aan de goden overgeleverd. Dus op het moment dat jij je zakje gaat openen, komt deze man en zei dus, u betaalt belasting aan de staat, maar het verdwijnt in foute zakken. Dus weet u wat? U betaalt belasting aan mij, één keer in de maand, 44% van uw winst. Dit is het gemiddelde. Dit was in Moermansk, dit was in Moskou, dit was overal. Ja, dus als jullie dat bedenken, 10 jaar geleden was dat systeem van Krisha. Mensen die Russisch doen. Dak boven je hoofd, daar komt je dak aan. Ja, dus voor mij was het zo ontzettend raar om te voelen hoe snel dit land tot een derde wereldland degradeerde. Maar ook frustratie. En Tsjetsjenië heb ik nog niet eens genoemd. Blijf ik nu vanaf in deze helikopterview. Maar puur wat de mensen is gebeurd. Dus ja, enerzijds is dat natuurlijk dat als jullie daar zouden hebben geleefd, dat je op dat moment nog oud genoeg bent om iets mee te krijgen. Maar wat Russen vooral voor de kiezer hebben gehad is Wild West in de jaren 90. En over het algemeen dachten wij in het Westen, denk ik, van het zal niet makkelijk zijn van een communistisch land naar nu een markteconomie omvormen. Maar aan de andere kant, Rusland was not in. In principe hadden wij de Koude Oorlog gewonnen. We hebben natuurlijk veel plaatjes naar voren gehaald dat een Yeltsin daar vrolijk staat te dirigeren met een Clinton. We hebben natuurlijk andere plaatjes gehad dat Yeltsin lekker dronken was. Op zich grappig. Als jullie je proberen te verplaatsen in Russen, wat die hebben gevoeld met hun land, wat zo al onderuit aan het zakken was, met een wereldleider die er in eigen land niks van bakte. En dan komt het cruciale moment, dus ook pas nu in de boeken aan het komen, dan als in 1996 met deze oligarchen, die zo extreem rijk worden. Dus ik hoorde jullie net even zeggen, het klikje, deels is dat absoluut waar. Dat is nog lang niet onder controle. Aan de andere kant, om te beseffen dat het in 1996, 97, 98 nog extremer was. En ik weet niet of Yeltsin het allemaal zo beroerd bedoeld heeft. Maar één ding weet ik wel, die man is zo ijdel geweest. Er waren toen andere mensen, die konden het land eventueel nog sturen. Primakov-tijd, Kirienko-tijd. Maar Yeltsin was ijdel, hij wilde graag nog een keer president worden, terwijl hij wist dat het ongelofelijke wildwesttoestanden in zijn land waren. En wat gebeurt er nu? Die grote oligarchen die nu zijn ontstaan, één in onroerend goed, de ander in olie, nog een andere meneer in Aeroschot, Aeroschot noemen wij het, vliegtickets, een andere man met bankpyramides. Dit zijn de 20 allermachtigste oligarchen van het land. En wat heeft Yeltsin in die tijd met deze mannen afgesproken? Deze mannen eisten. Yeltsin, wij kunnen u met ons geld nog een keer president maken. We zetten u positief neer in het Westen. We kopen de stemmen van de mensen weg, die dus allemaal zo arm waren in Rusland. En in ruil daarvoor, als ons dat lukt, willen wij alle economische macht en alle economische kroonjuwelen van het land. En dit wordt nu genoemd de grootste roof aller tijden. Hebben jullie het in jullie boeken gehad? Mag ik dat even vragen? Nee, op zich onbekend? Nee, pas nu begint dit zo ook in Rusland dat het naar voren komt. De grootste roof aller tijden. Hoe het ook zij, Yeltsin, kantje boord, werd nog een keer president. Die oligarchen, die komen nu terug, de 20 allerrijksten, op deze deal. En zij zeiden, Yeltsin, u mag gaan tennissen, u mag in de sauna gaan zitten. Wij besturen het land en wij willen alle dus deze mooie kansen om voor een habbekrats een olieveld in handen te krijgen, om voor een habbekrats gasveld in handen te krijgen, de goudmijnen in Zuid-Rusland, de nikkelfabrieken aan de noordkant, omdat ik zelf ook gebeten ben. Ik ben net maand geleden naar Salzburger Land gereden. Want daar is mevrouw Baturina. Nou, als jullie in Moskou komen en je laat in de discotheek vallen, of
als je met een Rus in aanraking komt. Ja, want Russen die voelen het als een gebrek dat wij niet weten wat daar in de jaren 90 is gebeurd. Je kunt alles vergelijken. Je kunt zeggen Poetin is een dictatoriaal mannetje. Je kunt zeggen dat Rusland zus of zo is. Maar een Rus zal altijd zeggen in de jaren 90 was het allemaal veel erger. Dus deze mevrouw Baturina, dat was de burgemeestersvrouw. Ik woonde in Moskou-Zuid. En wij zijn dus, ik was met 8 andere gezinnen, letterlijk uit de woning gegooid. Met mij nogmaals 100.000 meer. En die mevrouw, al dat onroerend goed is van haar. En deze mevrouw Baturina, vrouw van de burgemeester, die was dus in 5 jaar tijd de rijkste mevrouw van Rusland geworden. Ja? En uiteindelijk is het Poetin geweest die deze mevrouw in de kraag wil grijpen. Ze wordt nu gezocht. Maar ze is dus gevlucht en ze zit nu in Wenen met een prachtig paleis. Als jullie naar Kitzbühel gaan, dus daarom wilde ik daar naartoe, om te kijken, dus de stoeltjeslift, nee, dat is een gondel, maar goed, de stoeltjeslift gaat daar overheen. Dan zie je beneden je een paleis liggen en dat is waar mevrouw Baturina woont. Dus ja, in het Westen zijn we wel blij geweest met haar geld. Dus madame die woont nu bij ons in Wenen en dus deel in Kitzbühel, maar hetzelfde geldt. Godorkovsky, hebben jullie ongetwijfeld van gehoord. Als bij ons in de kranten staat dat die man in een kooi wordt afgevoerd, ja, dan is dat misschien wel de nadruk gekomen op deze man. Mag die voor de tweede keer, moet dat nou zo, dat hij naar Siberië gaat? Praat erover met Russen. Dan zul je zien dat ze allemaal aan jullie zeggen, gaan jullie in het Westen daar lekker druk over maken, om ons gaat die vent nog 80 jaar naar Siberië. Ja, dus een Rus voelt zich bestolen door deze man. En dit is gewoon Godorkovsky. En die is dus de rijkste man van Rusland geworden. Omdat hij met die deal, die in dat enorme olieveld in handen heeft gekregen. Abramovich, ander verhaal. De meneer van de voetbalclub in Londen. Dat is allemaal heel tof. Die heeft nu een apart akkoordje gesloten. Zodat hij nu alsnog achterstallige belastingen moet betalen in Siberië. Voor Tchuktjen, dat is het gebied wat hij in handen heeft gekregen. Dat is waar de Eskimo's nu wonen. Heel koud. Maar goed, vol met gas. Nou heb ik het over meneer Gushinsky. Dat is een Berlusconi in het kwadraat. Wat die man onder de vrijheid van kranten, van media kon zeggen. Gigantisch hoe hij heeft gescoord. Derde rijkste man van Rusland geworden. Dus vrijheid. Toen had je van 4 zenders, communisme, naar 280 verschillende zenders. Je wist gewoon niet wat je moest kijken. Als lach, ik heb ervan genoten. Je hebt enorm veel soapseries gehad, je hebt praatprogramma's, maar je had ook een losgeslagen maatschappij onder de noemer van vrijheid. Speciale iedere avond programma van wat als jouw buurman Jood is. Ik denk nog heel goed. Ja, want jullie voelen in het Oostblok, als daar weer pijn is, dan krijgen Joden vaak de schuld. Hè? Nou, en het was werkelijk middeleeuws. Maar een heleboel Russen die keken daarnaar. Want omdat het, daar werd weer echt een beetje op gesteund, praatprogramma's avonds, als jouw buurman je iets had aangedaan, betekende dat al dat je buurman Jood was. Ja, primitieve manier van denken. Maar er ging een hele soap, ging daar overheen. Ik weet niet hoeveel andere programma's, natuurlijk ook heel veel gave films uit het Westen, maar ook films van een B-kwaliteit, nou dat wordt bij ons niet eens vertoond. Maar onder de noemer dat Gushinsky zei, alles is vrij. Maar deze man, die kon dus bepalen, alle kranten waren van hem, alle televisiezenders waren van hem. Dit is 1997, 98, 99, 2000. Dus dit is alleen een helikopterview, maar ontzettend belangrijk. En ik voel vaak, in de machteloosheid die Russen tegen ons hebben, dat ze niet kunnen uitleggen, of omdat ze denken dat wij dat wel weten. Maar vaak weten we dat niet, wat het voor een Wild Westtijd is geweest in de jaren 90. Ja, dus ik kan niet in details gaan, verder niet over Tsjetsjenië door, verder niet over de ineenstorting van het land. Overigens, al die republieken zijn onafhankelijk geworden. En je hebt er altijd nationalistische Russen tussen zitten. Altijd een beetje gefrustreerde Russen die zeggen, oh, ons grote rijk is voorbij. Maar die Russen, ja, dat is een grote groep geweest. Een grote groep, ja. Toch redelijk. En dat... Door die frustratie
denk ik, heeft men het nog meer zo gevoeld dan maar terug naar het communisme. Gelukkig is dat nooit gebeurd, maar in 1999, oprecht, ik denk dat ik heel wat aan kan, ook als westerse vrouw, juist omdat ik het, nou ja, ik had mogelijkheden, ik voel ook, ik vind het heel erg leuk om studenten, maar met name dus in Nederland ook mensen, Rusland te laten zien, ook het belang ervan. Maar in het jaar 2000 heeft meneer Jeltsin waarschijnlijk ingezien dat dit niet langer kon. Hoe Poetin aan de macht is gekomen is weer een apart verhaal, weer een aparte lezing. Ik denk daadwerkelijk dat het een hele sluwe man is. Aan de andere kant, zijn KGB-verleden, weten we, zijn sluwe oogjes spreken voor zich. Maar om nou te zeggen dat hij alleen steunde op het KGB-verleden, ik denk dat die man ook slim is, maar sluw vooral. Jeltsin heeft absoluut gedacht, als ik nu aftreed, dan komt aan het licht hoeveel ik zelf ook in die deals heb meegekregen. Dus hij moest iemand kiezen, steunen, waarvan een zekere onschendbaarheid voor Jeltsin in het verschiet lag. Ja, dus ik persoonlijk was in die tijd meer voor Primakov, maar Poetin kwam aan de macht. En ik vroeg aan de Russen in die jaren, wat denken jullie van deze Poetin? Wat kreeg ik over het algemeen te horen? Jong, oud, universiteit, verre steden in Siberië. Maakt niet uit, ik vroeg, wat denken jullie van deze man? Wat kreeg ik in die tijd te horen? Interesseert ons helemaal niks. Ja, we zijn ons leven lang bedrogen. Daarbij ons land heeft zo'n traditie. Tsaren, communisten. Stalin heeft ons naar de gulag gebracht. Verder Gorbachev, Brezhnev. Gorbachev zei dat alles beter zou worden. Kijk wat we hebben. De puinhoop. Het communisme toen dat instortte. Jeltsin zei, u krijgt vrijheid, u hebt markteconomie, u hebt democratie. Wat is er nog mooier? Maar wat is democratie met zo'n land? Dat was de reactie. Dus mevrouw, hou op met uw westerse vraag. Het interesseert ons helemaal niet. Weet jullie, en dit is ook een punt, ik weet zeker dat jullie met elkaar discussiëren over wie vinden jullie oké in de politieke partij? Of wie zat er gisteravond bij Pauw en Witteman? Of noem eens iets. Al deze dingen. Maar voor een Rus zal jullie opvallen. Ga maar eens gesprekken aan. Ze zullen allemaal zeggen van politiek, interesseert ons helemaal niet. Ja? Maar als ik dan een beetje kritisch op mijn Russen mag zijn, en ik kies nu om terug te komen naar Nederland, ik hou van Russen, maar één ding voel ik, dat ze, zie ik steeds meer, zolang je ook zelf geen verantwoordelijkheid neemt, gaat dat nog ontzettend lang duren. Aan de andere kant, wij hebben het in onze botten zitten, al eeuwenlang, hier, ja mooi, de Vrede van Utrecht, kijk om jullie heen, hoe wij dat al eeuwen hebben gehad om je actief je stem te laten horen, om je stem te laten gelden, om initiatief te nemen, om het heft in eigen hand te nemen. Wij hadden zo'n middenklasse. Rusland heeft nooit een middenklasse gehad. Toplaag van 2% in Petersburg, kijk hoe mooi die Hermitage is, maar nog 42 hermitages heb je in de stad liggen. En een onderlaag van ongeveer 90% tot 95%. Die in de tsarentijd allemaal nog slaven waren. Lijfeigen. Dus Rusland heeft nooit een middenklasse gehad. En dat zie je in het denken en tot op de dag van vandaag. Maar terug naar het jaar 2000, 2001, 2002. Als ik dat dan vroeg aan Russen. Hoe denken jullie over deze man? Want ik had hem helemaal niet, dacht echt, oh jee, gaan we weer terug naar iemand met zo'n KGB-verleden. Maar waarom in het kort is bij gewone Russen, over het algemeen dan Poetin nog wel meer oké dan in het verleden andere leiders? Kort, in 2002 heeft hij zeg maar 5 decreten opgesteld. En decreet 1-1 was, we zijn van grootmacht afgezakt naar een derde wereldland. Wat wilt u mensen? Dat dit allemaal zo blijft? Eerst orde, stabiliteit en veiligheid. Dat was een leus. Ik dacht ook weer mooie woorden. Kan wel mooi zijn.
Maar hetzelfde verhaal. Zo dachten Russen ook. 2003 kwam decreet 2. Alle oligarchen die zich in de jaren 90 zo extreem verrijkt hebben. Dus Khodorkovsky, Berezovsky, mijn mevrouw Baturina van het onroerend goed, Grushinsky. Die kunnen nu kiezen. Of u betaalt uw achterstallige belastinggeld terug van de jaren 90. Of u riskeert Siberië. Ik denk dat 2/3 van die 30.000 hele machtige, rijke mannen van de jaren 90 eieren voor zijn geld hebben gekozen. En die zijn over het algemeen, hebben flink wat terugbetaald. Ik snap al lang dat er nog genoeg er doorheen gaan. Dit is alleen even zo in helikopterview. Maar 1/3 heeft absoluut gedacht en nu wordt het spannend. En nu maken dat we wegkomen, vooral naar het Westen. Dus je kunt je eerlijk afvragen, in hoeverre zijn wij ethisch verantwoord bezig geweest? Door Berezovsky, die nu in Londen, hij is net overleden, Berezovsky heeft onroerend goed bijna Brompton Road in Londen, bij Harrods, is van hem. Ik weet niet hoeveel gebouwen in Kensington. Hij heeft valleien in Schotland opgekocht, waar die oude whiskyfamilies zaten. Hij heeft ik weet niet hoeveel jachten in Saoedi-Arabië. Maar goed, 2003 is Berezovsky gevlucht voor de lange arm van Poetin. En hij heeft bij ons prima gewoond in Londen. Hij heeft voor de studenten mooie colleges gehouden. Hoe democratisch hij is, dat hij hard heeft gewerkt. En dat hij in 10 jaar, ja, dat hij zoveel de rijkste man van Rusland kon worden. Dat had hij zelf zo verdiend enzovoort. Dus in Rusland werd hij gezocht, maar in Londen kreeg hij dus asiel. Hetzelfde in Amerika. Er zitten er 2 in Mexico. Meneer Grushinsky, die mediapico, die is naar Griekenland gegaan. En dan heb je nog in Israël 2 mensen. U kent ook Abramovic natuurlijk, van de voetbalclub. Ja, dus dit zijn de allermachtigste oligarchen geweest uit de jaren 90. En die zijn vooral toen aangepakt. Dat was decreet 1. Kunnen jullie 2 keer voelen? Wat denkt een gewone Rus, jullie ouders, jullie, en dan in het Russisch, over dit decreet? Waarom is die populair geworden? Ik denk dat dit de belangrijkste reden is geweest. En verder heeft Poetin in decreet 3 heel veel gedaan voor de landbouw, de landbouwwet. Daarom vind ik het zo tof, iedereen die gaat naar Rusland, en ik hoop voor de anderen die nog gaan, vooral meer zien dan alleen Moskou-Petersburg. Mooie steden. Maar jullie gaan Jaroslavl zien, Soestdal, prachtig. En dan zie je, ook om te bedenken, ik moest vorige week terug en dan zie je aan de ringweg van Moskou staan. Dus stel je komt van Schiphol, wat staat er dan op onze borden? Ringweg naar Berlijn. Hoeveel staat er ook? Hoeveel kilometer? 671. En nu zie je op de ringweg staan Moskou, Beringstraat, 14.000. 771 kilometer. Ja, in eigen land. Dus als jullie Moskou en Petersburg zien, dan is het heel tof. Je weet gewoon niet hoe modern en hoe gaaf en hoe mooi. Mooi, mooi. Maar juist die Rimbo, 20 kilometer buiten deze steden, dan zie je die oude huisjes uit de middeleeuwen. En als je dan bedenkt die steden in Siberië met Jakutsk, waar het deze winter 500.000 mensen, maar het min de piloot zijn, maakt u allemaal uw veiligheidsriemen vast, we gaan landen. Temperatuur is gemiddeld voor de tijd van het jaar, min 56. Ja? Bussen rijden gewoon naar het centrum. Kinderen kunnen naar school gaan totdat het min 50 is. Maar als je dit probeert ook, hoe onze hervormingen snel bij ons binnenkomen. Maar in Rusland, in Moskou en Petersburg ben je er heel snel bij. Maar in Rusland, het is ongelooflijk die afstanden. Mensen in het verre Siberië zal het een zorg zijn of er een verschil is tussen SP, tussen VVD. Moet allemaal nog komen. Was het maar zo. Ging dat maar zo snel. Goed, decreet. En dus dat wilde ik zeggen. Deels voor die mensen in Siberië heeft Poetin wel gescoord. Hij heeft de mensen weer pensioen gegeven. Dus deels van dat stabiliteitsfonds, van die rijke oligarchen, daar is het geld daadwerkelijk wel goed in verdeeld.
nogmaals, genoeg mensen die daar hun eigen gegraaien hierin kunnen voorzien. Maar ik weet ook volgens de statistieken, maar ook uit verhalen van de mensen, dat daar ook daadwerkelijk wel veel is gebeurd, in de, met name de periferie van Rusland. In 2005, 2006, 2007 hoorde ik van veel Russen van het gaat voor het eerst in de geschiedenis redelijk goed met ons land. God lacht ons toe. Dat was echt opvallend. Opvallend deze opmerking. In 2008 zie je dan die omwenteling. Daar zit Poetin. Omdat hij dus in eigen land gescoord had. Vanwege die veiligheid, stabiliteit en met name Rusland weer op de wereldkaart neerzet. Wij vonden dat niet zo fijn. Toen was het trouwens de tijd van George Bush. Dus ook de periode van Rumsfeld. Ook de periode van Wolfowitz. En juist in die periode zie je dat Poetin voor een derde keer president kan worden. En ik dacht, je zult zien, hij is populair bij het volk, hij gaat ervoor. Dus ik ging toen met mijn vragen, mijn enquêtes, privé-enquêtes door het land. Van, jongens, het gaat er nu goed, probeer dan ook op een nieuwe president te stemmen. Er zijn toch nu meer kundige mensen. En toch hoorde ik heel vaak van mensen, ja, u kunt dat wel willen, maar wij willen hem. Hij heeft bewezen dat hij het land onder controle kan houden. Dus voor mij persoonlijk was het een opluchting dat Poetin zich tenminste aan de grondwet hield door in 2008 af te treden. Kunnen wij een beetje om lachen dat Medvedev naar voren geschoven werd. Natuurlijk is hij een marionet. Ik snap ook dat hij te braaf is. Aan de andere kant, ik ben kritisch op de media in Nederland. Ik vind echt dat het alleen maar continu daarop duwen is, op die first lady van Poetin. En dat Medvedev echt zo'n zoetje is. Ik vind hem in Rusland absoluut een hero, wat hij heeft gedaan. En de soft power. En ik denk ook, ik zou heel graag willen dat Rusland door zo'n liberaal werd geregeerd. Maar ik zie ook dat het land het nog lang niet aan kan. Lang niet. En dat ik daarin wishful thinking was, 10 jaar geleden. Nou, langer, maar absoluut niet. Ik denk ook dat heel veel mensen de Russische beer nog in zich hebben. En als je die loslaat, ja, daarin ben ik niet zo positief. Maar desalniettemin, dat middenkader, dat kan ik zien op de universiteiten, in jullie leeftijd. Ik kan het zien bij de werknemers bij Campina, bij Russische bedrijven, die ik af en toe begeleid. Wat bedoelt u met middenkader? Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Rusland een middenkader heeft gekregen, afgelopen 10 jaar. En ik blijf denken, in die hele geschiedenis met geen middenkader. Bedoelt u met de klasse? Ja. 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 En dat vind ik juist zo leuk, om die mensen te volgen. Maar nog even voordat ik inderdaad afsluit en dat jullie tenminste hoeveel tijd heb ik nog? Ja. Eventjes om in het heden te duiken, juist omdat ik zo leuk vind dat jullie op die kant uit gaan. Oké, nog even 2008 dus, meneer Medvedev. Oh, wat was het dus? Het was 8 jaar lang. In principe, 6, 8 jaar lang. Russen klagen, Nederlanders klagen ook. Dus dat maken jullie ook mee. Dat je in de discotheek bent of onderweg of je praat met Russen. Dat ze allemaal zeggen, politiek, ja, krijg je dat weer. Of alles is slecht. Maar over het algemeen, dat nieuwe midden, die middenklasse, die is gaan groeien, horen jullie ook veel positief. Als je het vergelijkt met de jaren 90 dus. Als dan in 2008 met Medvedev naar voren wordt geschoven, heeft hij als één pech. Wat breekt er dan in die tijd uit? Die kleine, korte oorlog met Georgië, waar we het net over hebben gehad. Saakashvili van Georgië had een beetje met ons geflirt. Ja, die heeft waarschijnlijk te snel gedacht, ik krijg wel de steun van Rumsfeld met name. Ja, Bush heeft hem ook openlijk dat NAVO-lidmaatschap aangeboden. En verder werd er gelonkt met de Europese Unie. Ook weer, aparte lezing. Maar Saakashvili dacht redelijk snel bij Europa en het hele westerse denken te kunnen.
Dat is natuurlijk de achtertuin van de Rusland. Dus je kunt je voorstellen, zo'n reactie van een oplevend Rusland als grootmacht, hoeveel Russen daarover dachten. Maar Medvedev moet zich wel bewijzen, was hij nu echt die marionet? Of moest hij zelf een beslissing nemen, moet ik hier Georgië aanpakken? Goed, 5 dagen oorlog is dat geweest. Later in de westerse pers gelukkig wat nuances aangebracht. Punt 2 waar Medvedev voorgeschoven werd, was juist in die tijd kwam bij ons de economische crisis. We begonnen met de huizenmarkt in Amerika, toen ging het over naar ons. En waar Rusland werd ook getroffen. Je zag de hijskranen stilstaan, bouwputten in Moskou waar het net goed ging. En toen hoorde ik weer bij Russen van ja, en je zult zien, nou hebben we het voor het eerst in de geschiedenis dat het ons beter gaat. En nu worden we weer door Amerika en het Westen meegesleurd. Een van de mooie dingen overigens, die ik van Medvedev toen vond, binnen meerdere malen was die in praatprogramma's à la Pauw en Witteman of op het journaal, dat hij zei, Russen, hou op met klagen, dit is eeuwenlang onze valkuil. In plaats van dat we nu ons richten op het Westen, we hebben kennis en we hebben techniek nodig, in plaats van weer te zeggen van we worden nu meegesleurd door het Westen. Ja, dat waren toch prima punt. En eigenlijk heeft hij heel goed gescoord, ik denk in die begintijd met name bij studenten, maar waar ik het vooral heb gemerkt en ook persoonlijk heb meegemaakt, dat is oké voor de zakenmensen. En het is toch belangrijk, de zakenwereld. Ja, want ook in Rusland is het heel belangrijk dat je nu je eigen bakkerij kon starten zonder dat er iedere keer zo'n krisja op je afkomt. Ja, dat is ook een van de dingen van Poetin. Die heeft die daken, krisja, flink afgestraft. Nogmaals, genoeg is er op corruptiegebied, maar die daken, dat je dus bij de middenstand deze grote beschermmannen tegenkwam, dat is over het algemeen nu voorbij. Als jullie zelf gaan vragen bij winkeliers, en dan met name op het platteland, zul je het horen. Ja? Gelukkig is dat systeem voorbij, zeggen ze. We betalen nu belasting aan de staat, dat is weinig, 13%, maar in principe is dat systeem gelukkig voorbij. Grisha. Maar als dan met Medvedev in 2009, 2010 die crisis te lijf moet, gelukkig is dat in Rusland redelijk goed gegaan. Ja, ik hou me een beetje vast voor de toekomst, want ik ben me natuurlijk echt bewust van deze rijke zakenlieden die veel te veel hebben geleund op olie en op gas en renteniersgedrag hebben veroorzaakt. Maar over het algemeen, dat wat Medvedev heeft gedaan, is het middenkader enorm sterk gemaakt. Hij heeft economische zones ingesteld, juist nu niet alleen in Moskou en in Petersburg, maar in het verre Siberië. Er zijn ook contracten met Shell. Met de Duitsers, met landbouwbedrijven in dat verre Siberië, waar die boertjes weer een kans hebben. Ja, dus dat de Duitsers, vooral de Duitsers zijn hierin goed, die hebben dan die kolgozes omgevormd. Prachtig, vind ik echt om te zien. Dus dat is een van de sterke punten. Als ik er nog een klein voorbeeldje uit mag halen. Gevangenissen, ja, dat is een beetje mijn specialisatie, daar ben ik op afgestudeerd. De Russen in de 20e eeuw, de gevangenissen. En natuurlijk in de jaren van Jeltsin. Maar ook vandaag de dag. En ik ben enorm geschrokken van de gevangenissen in het jaar 2002. Daar zaten van die kleine boefjes van 18, 20 jaar die of een lippenstift voor hun vriendin hadden gestolen. Of iets anders uit de winkel. Samen met grote criminelen, tatoeages van die echte, doodenge, dikke koppen Russen. Die zaten met z'n allen in zo'n ruimte. Ik weet niet hoeveel. En psychiatrische patiënten ertussen. Vreselijk, die gevangenis. Ja? Want nogmaals, Moskou, Petersburg, heel mooi. Maar daar achter de coulissen, bon. En Medvedev heeft een van die hele belangrijke dingen gedaan. Om die jonge boefjes, die ook geen uitzicht hadden op een beter leven, hij heeft 210.000 kleine geboeften heeft hij gescheiden van die grote criminelen in het hele land. Ja, dan kun je misschien zeggen, ach, zo'n kleine maatregel, maar in zo'n groot land, wat daar allemaal moet gebeuren, ik vind het een prachtig iets. Dus ik persoonlijk ben erg door zijn regering getroffen geraakt.
Ik weet nogmaals dat wat er in het Westen over hem wordt gezegd. Aan de andere kant denk ik, omdat ik ook wel zie dat ik soms toch wel vind dat Rusland nog lang niet toe is aan zo'n liberale regering of zoals wij dat in het Westen graag zouden zien. Dat ene kant soft power van Medvedev en de andere kant Poetin met hard power. Als die twee het nou met elkaar redelijk goed kunnen vinden en Medvedev kan Poetin zacht maken, dan denk ik ja, voorlopig. Je hoort het ook van Russen hoor, vraag het maar. Dan zullen ze heel vaak zeggen, Poetin, maar ja, we hebben geen alternatief. Horen jullie heel vaak. En ik denk ook dat dat zo is. Voorlopig heeft het land geen alternatief. Moet wat strak worden bestuurd. En dan nog één ding, als laatste, waar ik ook een beetje van geschrokken ben. Maar goed, dat zit er bij mij al natuurlijk jaren. Dat daar een corrupte kliek zit, spreek voor zich. Dat daar geld verdwijnt, absoluut. Aan de andere kant, mijn meest intieme vrienden, mijn toffe kennissen, nou ja, al die jaren dat je daar hebt gewoond, deze politieke partij, half jaar geleden brengt ze me naar het vliegveld, ze is voorzitter. Ja, zeg maar D66 voor Russische vrouwen, waar ik dan in zit. Voorzitter. Flinkste, enorm gevaarte, kan echt wat aan, maar dan hebben we met elkaar gesproken. Wat hebben we bereikt vorig jaar? Ja, corruptieprogramma. Tegen dat je met schoolboeken bij de raad van de scholen, dat het wordt afgestraft als u nog extra moet betalen voor gasleidingen, voor schoolschriftjes enzovoort. Dus wat hebben we bereikt? Nou, in principe te weinig daarom. Maar zij, dus deze voorzitter, heel fanatiek. Over de corruptie aanpakken daarboven. Aan dat en dat ervoor doen. Diezelfde dame brengt me dus naar het vliegveld. Geeft nog even wil een doos chocola meegeven. Mijn vader was voor de tweede keer getrouwd. Dus ze vond het leuk in Nederland dat het allemaal kon. Ze gooit zo die auto aan de kant. Die hebben Russen voor het eerst parkeervakken gemaakt. Dat die Russen leren om fatsoenlijk hun auto in te zetten. Met parkeermeters. Om van die chaos van de stad af te komen. Ik zeg, joh, dat redden we niet meer. En zij, jawel, dat kan. En ze zet de auto, niet in zo'n parkeervat, vlak voor de entree. Duwt deze veiligheidsman 300 roebel in de hand. Komt helemaal overtuigd die auto in. Yes, leuk cadeau voor je vader. Maar eigenlijk sta ik dan zo te kijken. In principe is het maar een heel klein voorbeeld. Maar wat ik meer wil zeggen, is dat bijna wat iedereen doet eraan mee. Het zit in de botten van die mensen. Dus schelden op boven, logisch, doen wij, doen ze daar ook. Maar iedere Rus, of je nou je gasleiding moet betalen, of deze voorzitter, die denkt, ach, dit kan geen kwaad, even 300 roebel, snel. Ja, het is maar 7,50. Of een andere manier van corruptie. Maar iedereen doet er aan mee. Dus zo makkelijk kom je hier niet vanaf. Moet nog jaren overheen gaan. Boven alles, Russische mensen over het algemeen zijn happy dat het land weer terug is. Een beetje in zijn waardigheid. En om nou te zeggen voor de toekomst, Rusland hoort bij de BRIC-landen. Ik vind het mooi, Brazilië, Rusland, India, China. Maar alleen al qua mentaliteit is het Rusland een land heel erg mooi. Dat jullie gaan zien en de anderen hopelijk in de toekomst nog. Maar ook de mentaliteit, denk ik, dat het land absoluut op economisch gebied in de toekomst zeker niet zo schaal zal scoren als de andere drie. En dat denk ik dat het echt met de mentaliteit te maken heeft. Ze kunnen mee, nog met name het olie, gas. En dat Medvedev ook bezig is met deze nieuwe Skolkovo, Rusky Island. Dat is een heel innovatief project bij Vladivostok. Heel mooi. Nanotechnologie, windenergie. Ontzettend modern. De mooiste, de beste docenten, professoren, zakenmensen. Dus dat is zijn project. Ik denk dat het heel goed gaat. Vorig jaar was het absoluut een topper. Terwijl bij jullie in de kranten speelde vooral Pussy Riot. Vind ik ook niet goed te keuren. Was bij ons ook onderwerp van gesprek. Maar wat ik wel jammer vond,
is dat wij hadden vooral Pussy Riot, maar in diezelfde tijd was dat grote economische forum tussen Brazilië, India, China, Korea, Japan in Vladivostok. En daar stond niets in de kranten, terwijl dat echt een ding was in Rusland, in China, in Duitsland ook. Maar qua mentaliteit is een van die, zijn die BRIC-landen, denk ik, dat Rusland absoluut achterblijft. Moet ik eerlijk zeggen, omdat ik dat gewoon bij de mensen zie. Maar ja, klimaat, min 60. Het land is dun bevolkt, afstanden zijn gigantisch. Geschiedenis is wat apathisch, melancholisch. Dus ik ben positief over Rusland, als we het maar niet te veel met de westerse bril opzien. En verder is het, ja, mensen zijn minder hardloperig. Ik denk, lieve allemaal, dat ik hiermee moet kappen voor jullie om niet te lang op te houden. Anders grepen jullie in, hè? Ja? Oké. Okay. Ik hoop dat het een klein beetje, en voor iedereen die gaat, heel erg genieten. Want het is wel een heel bijzonder land. Ja. En warm. Vooral warm. En niet te veel met Nederlandse pet op. Nederlandse pet af. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Oké, joh. Dankjewel. Pauze. Ik zou zeggen, ga even naar beneden gaan wat drinken. Laat de bekertjes en blikjes beneden. En dan over 10 minuten komen we naar boven. En dan gaan we, is het tijd voor vragen en discussie.